Welkom bij een nieuwe aflevering van Zweren en Zwaaien in de oude vorm. Want volgende week dan begint de Tilburgse kermis. Dan krijgt u de nieuwe items en de nieuwe vorm te zien. Lustrumjaar, we gaan het vijfde seizoen in. Maar eerst gaan we van start met de kermis in Oosterwijk. Veel kijkplezier! Hier op de kermis in Oosterwijk zijn genoeg attracties te vinden. Er valt veel te eten en natuurlijk kan ook iedereen weer een gokje wagen. We gaan gewoon eens vragen, wat vindt u het leukste? U mag het zeggen. Het leukste? Nou, ik ben net daar bij die draaimolen daarachter geweest. En daar zit een hele leuke brandweerauto in. We kunnen lekker mee aan die belletjes rammelen en zo. Dat vind ik het allerleukst. Het leukste? Gewoon het vertier, dat je even weg bent. En dat je even kunt vergeten dat Oranje verloren heeft. Ja. Kunnen we toch even iets anders doen, hè? Gewoon overheen lopen, de kinderen gaan ergens in. Dat is het leukste. De attracties, gewoon de snelheid en de lichtjes, de muziek, alles. Nee, ik denk als je het aan de kinderen vraagt, alle cadeautjes en alle kinderattracties. Okay. En dat lekker weer is en leuk is. Eentjes vangen, draaimolen, touwtje trekken, ja, en de botsautootjes. Ik denk deze. Okay. No limit. Ja. Ben je daar al in geweest? Ja. Okay, en was het niet eng? Beetje. Terrasjes, hè? Ja, mensen kijken. Ja, mensen kijken. Dat hoort er ook bij. Ja, zeker. Leukste? Ja. 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 Voor mij, ik ben al een oudere man, maar ik vind het toch wel leuk die gokken en meestal. Gok. En heeft u al iets gewonnen vandaag? Nee, niks. Geluk heb ik nooit. Ja, ik weet het. Ik vind het allemaal wel leuk eigenlijk. Geen favoriete attractie? Nee, niet echt. Oh ja, ik hoop op een draaimolen, maar die zie ik al. En vroeger had je die autootjes die door zo'n woestijn heen rijden. Ken je die nog? Ja. Dus daar hoop ik ook wel een beetje op. Oh ja, wij komen hier niet vandaan. Wij zeggen net als hier kermis, we gaan even kijken. Ik woon in Vught. Oké, en wat vindt u er hiervan? Ja, kermis. Nou, ik hou nooit van kermis, maar hij vindt dat fijn. Ik zei, nou, we lopen zo maar even rond. En wat mist er nou nog op deze kermis? Wat ik mis? Nou, eigenlijk niet, niks. Nee. Ik vind dat er van alles genoeg te vinden is. Ik vind alles genoeg, ja. Ik mis hier een reuzenrad. Ja, dat hoort eigenlijk wel bij de kermis. Mijn kermis thuis dus, maar die is er niet. Nou, voor mijn gevoel niet zoveel. Nee. U vindt dat er van alles genoeg staat? Ik vind dat er genoeg staat, ja. En zij ook. En dat is toch het belangrijkste, hè? Ik mis niks, want ik ga nergens meer in. Ik word overal misselijk van, dus prima. Kijken is ook leuk. Kijken is ook leuk. Ik mis het reuzenrad. Ja, die vind ik er eigenlijk echt bij horen. Vind ik jammer dat die er niet bij is. Dus het reuzenratten zou ik graag terug willen zien. Ik hoop dat er dit jaar in Tilburg weer wel een staat. Dat hoop ik ook, ja. Vorig jaar niet.
Nee, ja, en nu hier ook niet. Dus het is wel een teken aan de wand natuurlijk. Maar ik ken een meisje, Sascha, en die wou heel graag dit jaar in het Reuzenrad. En die kwam hier gisteren aan, helemaal teleurgesteld. Ja, was er niet. Dus... En gaat Sascha ook nog naar Tilburg? Ik denk dat ze nu wel naar Tilburg gaat. Nou, die hier in die staat hoopt ze natuurlijk dat die daar dan staat. Ja. Dat hoop ik ook. Dan wens ik u nog heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Het programma Zwieren en Zwaaien bestaat 5 jaar. We hebben een lustrum. En van begin af aan hebben we een hele trouwe fan in ons midden. En dat is José Slange. Ja, dat klopt. En José zit naast me hier op de kermis in Oosterwijk. José, ja. Welkom in ons programma. Dankjewel. Het is de eerste keer, hè? Het is de eerste keer, ja. En hoe komt het eigenlijk dat u zo gefascineerd bent van de kermis? Nou, van de kermis eigenlijk meer van jullie programma. Oh, vertel. Ja, ik kijk heel graag naar de filmpjes. Ja? Daar heb ik volop plezier van. Ja. En met name? Hoezo met name? Nou, welke filmpjes spreekt u het meest aan? Ik vind ze allemaal wel leuk. Alle filmpjes die jullie maken. U moet zeggen, die van jou vind ik het leukst. Oh, nou ja, die van jullie, die van jou. Heel leuk. Edwin. Ja, Edwin zit er ook bij, hè? Edwin, jij wil ook iets vragen aan José, hè? Ja, tuurlijk. Maar jij kijkt dus al vanaf de allereerste jaar naar Zwieren en Zwaaien. In 2010 geloof ik, ja. Toen zijn we begonnen, ja. Ja, zo is het. En in heel die jaren die wij nu gedaan hebben, is er nou iets echt nog bijgebleven? Waarvan je zegt, dat vond ik toch wel heel erg leuk? Nou, niet echt iets bijzonders, nee. Ik vind het allemaal... Het geheel? Het geheel, ja. Mijn hoogtepunt zijn altijd de bloopers. Kijkt u er ook altijd naar? Ja, die vind ik ook altijd heel erg leuk. Toch wel. Vorig jaar hadden we nog zo'n verhaaltje dat jullie allemaal zaten te zoen of zoiets bij de bushalte. Oh ja, zo. Ja, de bushalte niet zo deed terug deed, ja, met die hond. Met een hondje. Met een hond. Ja, dat weet ik ook nog wel. Ja. Zo grappig, ja. Ja, toen hadden we nog zo'n grijpbeestjesautomaat, 2 hondjes, hè. Die heette Zwieren en Zwaaien. Ja, die foto stond er ook op, ja. Die heb ik ook gezien. Ja, toen hadden we een verhaaltje geschreven, hè. Nou, ik heb een verhaaltje geschreven. Ja. Heb jij nog voorgelezen? Heb ik voorgelezen, klopt, ja. Ja, dat en klopt. Heb je dat helemaal zelf verzonnen? Dat had ik helemaal zelf verzonnen, ja. Ja, ik denk 2 hondjes. Ik denk, ja, zwieren en zwaaien. Ja. En zo doen we. Hoe kom erop, hè? Ja, hoe kom erop, ja. Maar ik vind jullie programma heel geweldig, bijzonder, heel erg leuk. We gaan er een heel feestelijk seizoen van maken. De 5e editie van Zwieren en Zwaaien. En nou, dankjewel voor je medewerking, José. En ik hoop dat het weer een heel mooi jaar mag worden. Waar je weer lekker van mag genieten. Wat wij genieten van opnames die we maken, en als mensen dan kijken, zo positief zijn, dat stimuleert ons weer om verder te gaan. Dankjewel voor je bijdrage, José. Goed zo, oké.
Nou, de Halloweenstreek komen ze hier naartoe, naar de Oosterwijkse kermis. En u komt uit? Biezenmortel. Biezenmortel. En u? Ook uit Biezenmortel. Alle twee Biezenmortel. Jullie kennen elkaar? Ja, natuurlijk. Al heel lang. Hoe lang al? Wij kennen elkaar al van 75, dus tel maar uit. 38 jaar. Al 38 jaar. En getrouwd? Getrouwd, ja. Nog steeds gelukkig getrouwd? Heel gelukkig. Super gelukkig. Oké, en wat is de reden om hier naar de kermis te komen? Ik had deze week een weekje vakantie en vandaag mijn laatste dag. Ik denk, nou, lekker even naar de kermis, gezellig. Als afsluiting? Als afsluiting van de vakantie. Echt een fanatieke kermisganger ook? Of? Tilburgs kermis wel, ja. Daar moeten we ieder jaar toch wel een paar keer naartoe. Heel gezellig. En hier Oosterwijk gaan we ook wel een keertje overheen. Wat fascineert u aan de kermis? Nou, heel het gebeuren. Ik ben in Tilburg opgegroeid, dus we hebben altijd de kermis voor de deur gehad. Dus ik heb altijd alles meegemaakt van de kermis. Welk deel van de kermis? Bij het tennisplein woon ik. Dus dat is vlakbij. Dus dan hadden we vroeger de woonwagens voor de deur staan. Dus het zit er bovenop. Dus een stukje nostalgie? Ja, ook dat natuurlijk. Ja. En dus altijd moeten we ieder jaar naar de kermis. Al is het maar rondomheen ergens iets drinken op het terrasje. Ik hoef er niet per se ergens in te zitten, maar ik vind het wel keileuk. En als u ergens in gaat, waar gaat u dan in? Nou, vroeger ging ik altijd in de Cakewalk, het Lunapark. Maar daar laat ik nu maar over aan de jeugd. En wat zijn uw verwachtingen van de Tilburgse kermis dit jaar? Nou, ik weet eigenlijk, ja, ik verwacht dat het toch wel goed zal zijn als het weer tenminste meewerkt. Want dat is heel belangrijk voor ons. Want wij vinden de kermis gezellig om lekker buiten te doen. Dus moet het wel lekker weer zijn om lekker door te kunnen zakken. Dat is wel heel gezellig. Nou, vakantie zit er bijna op. Met weemoed, kijkt u terug of is het genoeg geweest? Het is weer genoeg geweest en we zijn toch al een beetje aan het afbouwen. Dus ik werk maar 4 dagen in de week en dan dat lukt wel. Goed om te doen. Goed om te doen. Nou, ze zeggen hartelijk dank voor de medewerking en geniet toch van uw kermisdag. Dankjewel, graag gedaan. Meneer de burgemeester, hoe bevalt de kermis dit jaar? Hij is helemaal super volgens mij. De mooiste kermis van de Benelux. En wat vindt u zelf persoonlijk het leukste op deze kermis? Nou, het leukste vind ik altijd het echte krachtenwerk. Als je daar die enorme attractie ziet met dat enorme gezwaai, draaien, alle kanten op, enorme kracht op je lijf. Alleen ben ik natuurlijk wel een tijdje uit de running geweest, dus de dokter heeft gezegd, let een beetje op. Maar eigenlijk vind ik dat het mooiste. Maar u gaat er zelf dus nog maar niet in? Nou, ik ga wel ergens in, maar in bescheiden dingen. En dan moet u maar in die andere. Ja. En wat mist er nou nog op de kermis in Oosterwijk? Ik zou niet weten wat. Ja, sommigen zeggen jammer dat vanavond voetbal is. Dan komen er nog meer mensen en die gaan allemaal voor de buis zitten, zoals ik ook. Okay. Nou, maar ja, dat is altijd wat, hè. Leuk voetbal hopelijk vanavond en tegelijk een leuke kermis overdag. Bij een lekker zonnetje, dus wat wil je nou nog meer? Gaat u dit jaar ook nog naar de Tilburgse kermis? Nou, dat is een gewetensvraag. Voor het eerst in 20 jaar kan ik daar niet heen. Het zat een beetje lastig met vakantieplanning, de wethouders en we moesten een beetje de tijd verdelen. Dus dat gaat hem niet worden. Maar ik heb de groet al overgebracht, dus het komt helemaal goed. Nou, u mist uw tijden in Tilburg nog wel? Nou, dat is natuurlijk een heel vertrouwd iets. Prachtige kermis ook. En ik vind, daar hoor je eigenlijk even naartoe te gaan. Als je iets met Tilburg hebt, of met de regio Midden-Brabant, Oosterwijk, Goorle, Geelserij. Iedereen gaat daar even heen. Dus ik eigenlijk ook, alleen volgend jaar. En dan wens ik u vandaag nog heel veel plezier op de kermis in Oosterwijk. Dankjewel, en hetzelfde. Hè? Dankjewel. Merci.
Voor het item een echte kermislekkernij. Nou, u raadt het al, we zitten hier in de poffertjeskraam, het Oud-Hollandse poffertjeskraam. Op de Lint. En nou, José zit nog steeds naast me en een uitgelezen kans voor mij om mezelf een keer niet iets te proeven. Maar een ongezouten mening te vragen van een echte kermisexpert. Dus ik zou zeggen, José, laat het je wel smaken. Die en eens even proeven, ja, of ze goed smaken. Nou, dat is perfect. Er zit genoeg suiker op? Ja. Een goede recept. Ja? Ja. Ze zijn niet te vet? Nee, helemaal niet. Perfect. Nou, dan geef maar een rapportcijfer voor, José. Nou, wat zullen we daarvoor geven? Ik weet het niet, ik zal eens even meeproeven. Met tweeën weten we meer als één, hè? Dat is echt iets geweldigs, ja. Nou, het smaakt goed. Nou, ik zou zeggen een dikke 8,5. Nou, ik denk dat ik ze toch wel een 9 geef. Nou, dan rollen we het af op een 9. Poffertjeskraam, meneer Willem, bedankt voor de poffertjes. Een 9. We zijn jammer genoeg alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Zwieren en Zwaaien. Vanaf de kermis in Oosterwijk. Naast mij staat Kevin, die gaat ons ondersteunen tijdens de Tilburgse kermis. En daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee. Kijk jij er ook naar uit? Ja, zeker wel. Okay. Ik heb er ook heel veel zin in. Tot dan. Blijf kijken. Wat een sukkel, zeg. Ja, daar gaat ik al. Ja, dat komt met dat ding, daar ben ik niet gewend. En dan heb jij het net weer afgezet, ik ben er niet aan geweest. Dat komt weer direct wel. Ben een sukkel, zegt hij dan, hè? Ja, dan krijg ik de schuld. Ja, jij zit al een knupje. Ja, hey, wie zit er dan? Ik moet van de knuppen afladen. Ja, oké. Kan ik beginnen met mijn aankondiging? Okay. Nee, niet aankondiging, niet duim. Laten we daarna eerst doen, anders vergeten. Ik laat mij even vervangen. Ja. Nieuwe duo, we zwieren en zwaaien. Ja. Ja.